Dan ga ik nu het woord aan de heer Beertema van de PVV-fractie. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de positie van de Partij voor de Vrijheid ten aanzien van het sociaal leenstelsel, het schuldenstelsel, zegt de SP ook terecht, is eigenlijk niet veranderd. In ons verkiezingsprogramma, ik zal meteen even duidelijk maken hoe dat zit, dat heb ik al vaker gedaan, hebben wij het leenstelsel voor de masterfase inderdaad opgenomen. Ja. We hebben dat contrakeur gedaan, voorzitter. De belangrijkste reden daarvoor was niet dat we op een hele ingewikkelde manier wilden investeren in het onderwijs. Het onderwijs de kwaliteit wilden verhogen en uiteindelijk de rekening bij de student wilden neerleggen. De belangrijkste reden voor het leenstelsel in de masterfase bij ons was omdat we ons financieel-economisch programma rond moesten krijgen in deze tijden van crisis. Maar nogmaals, we hebben het contrakeur gedaan. Voorzitter, ik teken daarbij wel aan dat de opbrengsten van die maatregel bij ons in ieder geval een belangrijke plaats zouden krijgen in ons grote financiële verhaal. En dat van alle partijen de meeste banengroei zou brengen en de grootste economische groei. En wie zouden daarvan het meest profiteren? De ouders van de studenten en vooral de studenten zelf, als die als jonge professionals op de arbeidsmarkt zouden komen. Maar tegelijkertijd, voorzitter, waren en zijn wij gehangen als voorstander van studiefinanciering en de open jaarkaart in de bachelorfase. Want, voorzitter, ondanks al het gegoochel met cijfers en onderzoeken, heel veel ouders en studenten hebben schroom om te lenen voor een avontuur dat in hun ogen wel eens een onzekere afloop kan hebben. Ja, maar het leenstelsel is sociaal, de terugbetalingstermijn is heel erg lang, er zijn zelfs mogelijkheden voor aanvullende beurs om schulden in de meest hopeloze gevallen kwijt te raken. Dat is allemaal waar, voorzitter, dat zijn allemaal heel rationele argumenten, maar gevoelsmatig deugt het niet voor de mensen die laag in dat loongebouw zitten, zoals dat heet. Juist die mensen die willen door zuinigheid, door hard werken en door vooral geen schulden te maken hun weg vinden. En ze hebben gelijk, voorzitter, zeker in deze tijden die gekenmerkt worden door een schuldencrisis, want dat wordt echt wel opgepikt. Wij moeten daarvoor, voor die houding, juist onze waardering uitspreken. Niet iedereen is gevoelig voor het neoliberale verhaal van neoliberale linkse partijen zoals GroenLinks en D66. En de Partij van de Arbeid vergeet ik bijna te vermelden. Voorzitter, ik heb het vaker gezegd en ik doe het nu weer. Met haar toewijding aan deze neoliberale agenda schudt deze minister die ene ideologische sociaal-democratische peer die er nog in haar stak van zich af. De ooit zo trotse socialistische haan, die kent hem niet, is met deze minister veranderd in een kale kip die meekakelt met de neoliberalen van GroenLinks en D66. En ik zeg, ouders met lage inkomens die toch ambities hebben met hun kinderen, zijn bij de PvdA en alle andere neoliberale partijen het slechtste uit. Want die cijfers zijn dramatisch, hoe je het ook bent of keert. De HBO-raad concludeert dat 14.000 studenten uit de lage inkomensgroepen afzien van een studie in het hoger onderwijs. Want het gaat ons niet zozeer ook natuurlijk, maar wat wij nog belangrijker vinden is die toegankelijkheid door het HBO. Juist het HBO is altijd die enorme belangrijke emancipatiemotor geweest. De vrije toegang tot het HBO als het gaat om financiële draagkracht, waardoor de PvdA, GroenLinks en D66 geblokkeerd. Het hoger onderwijs wordt wel minder druk. Op zich is dat niet erg, want de massaliteit in het hoger onderwijs, dat komt de kwaliteit niet ten goede. Maar wat wel erg is in dat verband, voorzitter, is dat het veroorzaakt wordt door verschil in draagkracht. Rijke ouders ondervinden nauwelijks problemen. Mensen met lage inkomens worden veroordeeld tot opleiding op hooguit niveau MBO 4. En het meest cynische wat ik de minister in dit verband heb horen uitleggen, voorzitter, is dat MBO 4 prachtig eindonderwijs is. En ja, voorzitter, daar heeft de minister het grootste gelijk van de wereld. MBO 4 is prachtig eindonderwijs voor iedereen, maar ook voor de zoon of dochter van de advocaat of de minister. Maar de toegang tot hoger onderwijs voor al die MBO's die het talent en de ambitie hebben om door te stromen, die mogen we niet afsluiten op basis van inkomen. Dat is slecht voor de studenten zelf, maar ook heel slecht voor de toekomst van ons land. Want al dat talent dat juist in die groepen aanwezig is, dat hebben we keihard nodig. Voorzitter, tot slot, wij gaan niet akkoord met het sociaal leenstelsel in de masterfase, omdat de minister niet van plan is om de studiefinanciering en de open jaarkaart overeind te houden in de bachelorfase. Dank u wel, voorzitter.
De heer Klaver. Nou, voorzitter, is het nu beter, zou ik de heer Beertema willen vragen. Is het nu beter gesteld met de toegang van jongeren uit lage sociaal-economische klassen tot het hoger onderwijs? Is het nu beter gesteld? De heer Beertema. Ja. De heer Klaver. Voorzitter, dus de heer Beertema, nu citeer ik uit een stuk van het CPB, die vindt het dus prima dat 60% van de kinderen op het HAVO en WWO uit 20% van de rijkste mensen van de samenleving komt. Dat is dus een prima uitgangssituatie volgens de heer Beertema. Voorzitter, het probleem in Nederland is dat het onderwijs al enorm gesegregeerd is. Dat als je rijke ouders hebt, dat je op dit moment al bijna niet tussenkomt. En dat is waar we met elkaar aan moeten bouwen. En het enige wat ik hier hoor van de heer Beertema is een pleidooi voor het behouden van de status quo. Wat wil de heer Beertema doen om ervoor te zorgen dat die huidige situatie, waarin kinderen uit lagere sociaal-economische klassen al geen kans krijgen, wat is zijn voorstel om hem wel toegang te geven tot het hoger onderwijs? De heer Beertema. Ja, voorzitter, dat is precies dezelfde vraag die zojuist uitvoerig aan de SP is gesteld, die de SP uitvoerig heeft beantwoord. En ik sluit me daar helemaal bij aan. De feiten zijn dat die segregatie in het onderwijs bestaat, maar die met de komst van het sociaal leenstelsel alleen maar zal toenemen. Dat wil ik zelf. Ik wil investeren in het onderwijs op een hele andere manier dan u dat wil met uw verhalen over eerlijk delen. En die mogelijkheden zijn er. Wij kunnen zelfs met minder geld toe, voorzitter. En ik, ja, wat willen wij? Nou, daar gaat ie. Kijk, die grotere klassen, waar meneer Mohannes het nog over gehad heeft vandaag, dat vinden we niet zo'n heel groot probleem, want allerlei onderzoek wijst uit dat grote klassen en kwaliteit van onderwijs niet zo heel veel met elkaar te maken hebben. Tot het moment dat we klassen niet groter hebben dan 16 leerlingen. Nou, daar wil kennelijk meneer Mohannes heen. Dat is onbetaalbaar, dat weet hij zelf ook. Dus daar maken wij ons niet zo rauwig om. Die 80-20% verdeling van de lumpsum in primair proces, 80%, 20% overhead, dat is iets wat wij voorstaan. Daarmee komt ontzettend veel geld vrij om in het onderwijs te investeren. Wij willen naar een sobere architectuur. Wij willen niet meer die gigantische paleizen aan de Wibautstraat in Amsterdam en in Leiden van een ROC Leiden, die nauwelijks werkbaar zijn voor studenten, maar die alleen maar daar staan als prestigeobjecten van het onderwijswereldje. Voorzitter, wij willen kleine, overzichtelijke instellingen zonder een enorme staf, zonder colleges van bestuur, zonder vastgoedmanagers. Wij willen geen shared service centers, wij willen gewoon een conciërge die het goed doet. Dat is veel goedkoper dan een shared service center. Ook al zitten al die PvdA-managers daar hele andere verhalen over te houden, voorzitter. Wij willen het afbreken van die onderwijskleilaag. Wij willen die dure sectorraden met al die duurbetaalde linkse bestuurders. Daar willen we vanaf. Voorzitter, er is een wereld te winnen en te investeren. Moet je nou antwoorden? Of dit was een antwoord. Oh, dat weet ik niet kwalijk. Jullie stonden allebei. Ja, de heer Mohendis. Voorzitter, zo kennen we collega Beertema heel veel zeggen wat niet zoveel betekent. Er zijn twee elementen. Maak ik daar bezwaar tegen? Voorzitter, ik stel dit is geen manier. Dit is geen manier van voorzitter, ik wil overgaan naar mijn twee vragen. U maakt altijd opmerkingen als iemand een vraag stelt. Dan maak ik een opmerking. Ga over naar mijn vraag. Dus ik doe niets anders dan wat u doet. Voorzitter, twee punten. U ontloopt een beetje de vraag als het gaat om wat investeert de PVV nou netto, gelet op uw doorrekening, CPB, in het onderwijs. Twee, als je SEC kijkt naar het wetsvoorstel, even los van een mogelijk voorstel voor de bachelorfase, bent u dan voor of tegen? Waar staat u precies wat betreft de masterfase? Voorzitter, binnen ons grote financiële verhaal, ik ga het nog maar een keertje uitleggen. Ik heb het net al gedaan. In ons grote financiële economische verhaal past inderdaad een sociaal leenstelsel voor de masterfase. We hebben dat contrakeur gedaan. Niet omdat we daar een verhaal bij hebben, een verheven verhaal van dat het zo goed is voor de studenten zoals u dat doet. Of zoals de partijen die voorstander zijn dat doen. Het is een hele pragmatische oplossing die wij gekozen hebben. Het financiële plaatje moest rond en daarom zijn wij op dit vervelende, nare punt uitgekomen. Het is niet, ik wil het niet mooier maken dan het is. Maar wat voor ons heel belangrijk is, kijk, die masterfase, die, als je zo gauw dat gaat losknippen van de bachelorfase, dan gebeuren er vreselijke dingen.
dan dat gaat niet werken. Wij zouden alleen maar akkoord kunnen gaan om het om even u tegemoet te komen. Ja, eigenlijk niet. Maar het zou alleen kunnen als die bachelorfase overeind blijft, studiefinanciering, plus de overjaarkaart. Maar dan nog moet het weer passen binnen dat hele financieel-economische verhaal van ons, waar ook bij hoort dat er btw-verlagingen komen en zo. Dus met ons is geen deal te maken, zoals met D66 en met GroenLinks en met, wie weet, het CDA misschien wel. De heer Mohamedis. Voorzitter, leg je mijn vraag niet over. Ik wilde gewoon weten van de heer Beertema waar hij staat wat betreft het wetsvoorstel van de masterfase. Dan heb ik een vraag die eigenlijk gaat over... De heer Mohamedis. De vraag gaat dan over de bezuiniging in uw verkiezingsprogramma op het onderwijs. Waarom kiest u ervoor om geld weg te halen bij die masterstudenten en het niet te herinvesteren in het onderwijs zoals de partijen die voor zijn voorstemmen? De heer Beertema. Ja, voorzitter, ook dat heb ik al net vrij uitvoerig uitgelegd. Wij halen dat geld op een hele andere manier weg in het onderwijs en herinvesteren dat op een hele andere manier. En ja, dat is gewoon niet uw wereld. Uw wereld is de wereld van de bestuurders, van de kleilagen, van al die managers die dat allemaal ja, in bepaalde banen leiden, die nog nooit voor een klas gestaan hebben. Het is een totaal, ja, never the twain shall meet, zal ik maar zeggen. Meneer Mohamedis is het al kwijtgeraakt, dus ik sta niet voor die te praten. Maar... De heer Van Dijk. Voorzitter, als het gaat om die kleilagen en die managers, dan ben ik het helemaal eens. Wij hebben daar ook voorstellen voor gedaan. Die zijn zojuist heel vriendelijk door de heer Klaver uitgedeeld. Ik zou zeggen, kijk dat even terug. Je moet bezuinigen op die managers. Maar nu mijn vraag. Ik snap de hele standpunt van de PVV niet meer. Vanochtend, nu.nl. Beertema is voorstander van een leenstelsel in de masterfase, maar tegen leenstelsel in de bachelorfase. Omdat hij het hele pakket in één keer wil behandelen, zal zijn fractie daarom toch niet voor het mastervoorstel stemmen. Dat kan ik niet volgen. Dus u zegt, u moet het samenvoegen en dan wilt u weer alleen de masters eruit hebben. De heer Beertema. Ik kijk nu even bestraffend naar de mensen van nu.nl die in mijn directe lijn zitten. Ja, maar die kunnen niet reageren. Dat is niet helemaal eerlijk. Ga ze verder. Maar voorzitter, ik heb het naar mijn smaak wel duidelijk uitgelegd. Ook aan nu.nl en ook aan andere media. Wij gaan niet akkoord met dit voorstel. Omdat daar ongetwijfeld uit zal voortvloeien dat ook de bachelorfase eraan moet gaan geloven. In ons programma vonden wij het verantwoord op dat moment binnen ons grote financiële economische kader om die masterfase wel op te zadelen met het sociaal leenstelsel. Contrekeur, ik zeg het nog een keer, we vonden dat geen mooie exercitie, maar het was nodig om de uitdagingen van de economische crisis het hoofd te bieden. Dat is een totaal andere wereld dan de wereld van die de coalitie nu voorlegt. He, eerst de masterfase invoeren en dan gaan we daarna wel zien wat we met de bachelorfase doen. Nee, natuurlijk niet, daar trappen wij niet in. De heer Van Dijk, tot slot. Voorzitter, dan rest mij slechts de conclusie te trekken dat de PVV ook in het kamp zit dat zegt deze wet deugt niet, klopt. Deze wet moet van tafel. Klopt. En dat inderdaad alleen de heer Duisenberg nog hier zegt deze wet moet er komen samen met de minister. Alle andere partijen zeggen niet doen. Anders aanpakken en dan zien we later wel weer verder. Ja, voorzitter, ik denk dat meneer Van Dijk gelijk heeft. En ik denk dat hier een hele eenzame meneer staat aan de introductie te komen. Nou, meneer Duisenberg. Voorzitter, even een punt van de orde. Want er is net aan het verslag toegevoegd een bladzijde over het programma van de SP. Ik zou willen vragen om ook bladzijde 116 van keuze in kaart toe te voegen. Dat is het programma van de PVV, want het is hetzelfde ontkennende gedrag. Dus ik wil graag de feiten juist hebben. PVV bezuinigt voor 1,9 miljard euro op onderwijs. Ja. En het allerinteressantste is nog dat dit is het enige onderwijsprogramma waardoor het bruto binnenlands product zelfs krimpt door het onderwijs. Dus een prestatie dat is nog slechter dan het van de SP. En dan doe je het echt knap als je het slechter doet dan de SP. Dan moet u uw iPad inleveren. Meneer Duisenberg, wat moet op papier? Daar staat natuurlijk wel tegenover dat ons programma de meeste banengroei genereerde, de meeste economische groei, het meeste consumentenvertrouwen. En dat moeten toch kreten zijn die een econoom als de heer Duisenberg als muziek in de oren zouden klinken. Dus ik begrijp niet dat hij bij de verkeerde partij zit. De heer, dank u wel. Dank u wel.